In één klap verloor de familie van Doorn uit Zoetermeer 2 familieleden. Vorig jaar april werden op een parkeerplaats voor een sportschool vader René van 49 jaar en zijn zoon René junior van pas 23 doodgeschoten. En die kille liquidatie is vastgelegd op bewakingsbeeld. Vader René die handelde in tweedehands auto's en zijn zoon Renéetje hadden een zeer hechte band. Elke dinsdag gingen ze bijvoorbeeld samen sporten aan de Edisonstraat. Dinsdagochtend 25 april bleek hoe de moord op hen beiden van tevoren was opgezet. Al een half uur voor hun komst naar de sportschool stelt deze BMW zich op de parkeerplaats. De inzittenden komen al die tijd niet uit de auto. Wanneer vader en zoon om 11 uur met hun Mercedes aankomen, rijden ze zonder iets te merken langs. Terwijl ze op het punt staan uit te stappen, komt een man uit de BMW op hen afgerend. Waarschijnlijk wil hij nu al schieten, maar het wapen weigert. Zonder dat René en Renéetje iets doorhebben, maakt vlak achter hen de schutter zich op voor een nieuwe poging. Dit keer doet het wapen het wel. Medewerkers van de groenvoorziening die op het terrein aan het werk zijn, schieten vader en zoon meteen te hulp en schakelen de hulpdiensten in. Maar de twee zijn te zwaar gewond. Vader en zoon overlijden naast elkaar in de auto. Ja, en al hebben de beelden eerder uitgezonden, blijft schokkend om te zien. Vooral dat ene moment dat je realiseert dat vlak achter hun rug de dader met dat wapen heeft staan Hannes. Het gebeurde allemaal 25 april vorig jaar. Er zijn de afgelopen maanden ook verdachten aangehouden. Maar dat waren mensen die vooral betrokken leken bij het leveren van vluchtauto's. Zijn inmiddels ook weer op vrije voeten. Maar juist de schutter, de bestuurder van die BMW en of eventuele opdrachtgevers, die zijn nog niet opgepakt. En daarom heeft de hoofdofficier van justitie nu besloten om een hoge beloning uit te loven. Het gaat om een kille liquidatie van twee mensen. 30.000 euro. Juist van de schutter is best wat te zien. Zeker als je even let op zijn manier van bewegen. Als hij rent, maakt hij bij iedere pas met zijn rechterbeen een aparte, zwiepende beweging. Alsof hij vorig jaar in april in ieder geval niet goed op zijn linkerbeen kon staan. Wie kan dat zijn geweest? Daarnaast is ook de man die achter het stuur van deze BMW zat nog niet opgepakt. De bewakingsbeelden, alle andere sporen, alle vragen staan nog op de site. Ja, nu dus 30.000 euro beloning. Tipgevers die meer weten over de daders of de achtergrond en zich zorgen maken over hun veiligheid, die kunnen natuurlijk ook op het volgende nummer terecht. Bel 079 345 8999 wanneer u liever een vertrouwelijk gesprek met het team Nationale Inlichtingen wil.